Goedemorgen allemaal en welkom bij het Kan Café. We zijn een beetje vroeg om in het café te zitten. Het is donderdag en het is inmiddels 11 uur 's ochtends. Nou, ik zit niet regelmatig om 11 uur 's ochtends in een café. Maar ja, we hebben hem even een keertje wat vroeger gedaan. In de hoop dat we dan misschien wat scherper zijn of wat alertere vragen kunnen stellen. We hebben een leuke gast vandaag. We zitten hier vandaag in de studio met Joris Voeten van de Wageningen Universiteit. Hij is onderzoeker Nature-Based Solutions voor het stedelijk gebied, moest ik volledig zeggen, aan de Wageningen Universiteit. En het gesprek wat wij vandaag gaan hebben, dat gaat eigenlijk over de vraag, wetenschap, leuk ding, hè, hartstikke goed dat het gebeurt. Maar laten we nou wel zijn, waarom moeten we nou eigenlijk onderzoeken en bewijzen dat iets werkt, als we het eigenlijk ook allemaal wel weten dat het werkt? Dat slaat toch niet echt ergens op. Joris, welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging en goedemorgen. Ja, we zitten hier niet in onze eigen woningbouwers.nl studio, maar er was een brandoefening in onze studio, dus we mochten eventjes niet de studio in. We zitten hier zo in Zaandam in de studio en dat was voor jou goed te bereiken, hè? Correct. Vanmorgen netjes een half uurtje gefietst door de regen, door de Veluwe, om op station Ede-Wageningen te komen. En vandaar met één directe verbinding naar station Zaandam. Kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. Welkom. Fijn dat je er bent. Ik stel altijd aan de gasten dezelfde eerste vragen. Die ga ik ook aan jou stellen. Wat was jouw mooiste natuurbeleving de afgelopen maand? De afgelopen maand is er één avond geweest dat ik van Wageningen naar Ede ben gefietst. Dan fiets ik ook een route door het bos. En dat was een zwoele, warme zomeravond. En die inspireerde mij zelfs tot het schrijven van een gedicht over het bos. En over hoe de tijd en ontwikkelingen in hout vastgelegd worden door het groeien van de bomen. Dat was mijn mooiste natuurbeleving. Ken je hem uit je hoofd? Kan je hem voordragen? Ik kan hem helaas niet voordragen, okay, maar volgens mij is die te vinden op mijn socials. Heel goed, dan gaan we die opzoeken. Zetten we die in de chat of zetten we die in ieder geval in het verslag over dit webinar. Jongens, ik wil heel even kort bij jou beginnen. Ja. Jij bent onderzoeker Nature-Based Solutions voor het stedelijk gebied aan de Universiteit Wageningen. Het is een hele mond vol, maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat betekent dat ik mij richt op het gezond, waterbestendig en ook energie slim inrichten van het stedelijk gebied. Dus ik gebruik oplossingen uit de natuur als inspiratie voor betere oplossingen om de steden van nu te realiseren. Die inspiratie die haal ik uit mijn achtergrond als tropisch bosbouwer. Ik heb natuurlijk, dat was ergens in het vorige millennium dat ik op dat onderwerp afstudeerde, heb ik geleerd dat tropische regenwouden op een hele kenmerkende manier, volgens de regels van het ecosysteem functioneren, omgaan met energie, water en grondstoffen. Want ja, hoe komt een tropisch regenwoud of een willekeurig bos aan zijn energie? Nou, die moeten doen met de zon die op die plek schijnt. Ja. Dat is de energie die ze hebben, want een boom kan niet bij de energie in de volgende vallei. Ja. Nou, het tweede wat een bos heel charmant doet, is de omgang met water. Als het regent, zal dat bos of dat natuurgebied dat water opvangen als een spons. En zoveel mogelijk van dat water ook vasthouden voor later. En pas als het echt niet meer water kan opnemen, het water schoon en vertraagd afgeven aan het volgende element in het ecosysteem. Een beek of een rivier. En als laatste de manier waarop de natuur omgaat met grondstoffen. Als een blad van de boom valt, dat verteert op de grond. En de nutriënten die daarin zitten komen vrij voor of diezelfde boom of planten in de omgeving van die boom. Dus die nutriënten die vergaan niet. Nou, en dat cyclisch denken op het gebied van energie, water en natuur, dat probeer ik te incorporeren in stedelijk ontwerp. Want als wij steden zouden bouwen en laten functioneren zoals een bos dat doet, al miljoenen jaren, dan zouden we prettige en klimaatbestendige steden krijgen, in plaats van de steden waarin we nu heel veel problemen zien. Ja, want dat doen we op dit moment niet, is jouw stelling. Dat doen we op dit moment veel en veel te weinig. Ja. En waaruit blijkt dat? Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, als je nu alleen al kijkt naar de kwetsbaarheid die we nu als mens ervaren in onze steden. Als in de zomer de zon schijnt, wordt door al die verharde oppervlakte en de gebouwen en de zwarte daken, wordt het veel te heet. In een stad is het met gemak 8 tot 10 graden warmer dan in het buitengebied met natuur daar rondomheen. En die warmte, daar hebben we als mensen last van. Want daardoor slapen we slechter, dan produceren we de volgende dag minder, we maken meer fouten. Doet dat met ons gestel, met onze gemoedstoestand. En als het een keer hard regent in de zomer, door al die verharding,
dan blijft het water op straten staan. Komt het in huizen terecht of in kelders en krijgen we wateroverlast. En ik heb nog nooit gehoord van een bos dat last heeft van wateroverlast. Of een bos dat oververhit. In tegenstelling, een bos is zo ingericht met alle natuurlijke processen dat het zichzelf kan koelen bij warmte. Dus een bos creëert een klimaat voor zichzelf waarin het kan floreren. En wij als mensen zijn in onze zeer versteende steden geneigd om een klimaat te creëren waarin we een beetje, ik zal niet zeggen creperen, maar dat was wel het woord wat erop rijmde. Ja. Nou ja, dat, ik zit meteen te denken. Je zegt een bos heeft geen last van wateroverlast of van hitte. Er zijn natuurlijk ook wel eens bossen waar bosbranden zijn. En dan zou je kunnen stellen, dat is een bos wat wel last heeft van hitte. En er zijn ook wel eens bossen die onder water komen te staan. Ja. Omdat er enorme stortbuien zijn en ze dat niet op kunnen nemen en niet kwijt kunnen, dat water. Ja. Is dat in die zin anders dan wat het menselijke systeem met zich brengt? 100% anders. Als je het hebt over overstromingen en bossen, dan moet ik meteen denken aan het Amazonegebied. Ja, dat overstroomt ieder jaar. Ja. Maar daar leidt die overstroming niet tot schade. Sterker nog, die overstroming is een onderdeel van het hele functioneren van dat bos. Ja. Als je gaat kijken naar Australië en een aantal bossen in het zuidwesten van de Verenigde Staten, dan zie je dat daar bosbranden ontstaan. Maar die bosbranden zijn al miljoenen jaren onderdeel van het systeem. Er zijn zaden die pas kiemen na een bosbrand. Ja, ja. Dus het verschil is dat in de natuur wij noemen dat dan rampen. Uh-huh. In de natuur zijn het gewoon evenementen voorkomen, maar die brokken geen schade. Maar als we gaan kijken naar de regenbuien in Limburg of de orkanen nu in Florida en de Verenigde Staten, die brokkenen schade. Ja. Dus het verschil is, kun je met een natuurlijk evenement omgaan, het gewoon absorberen en er zelfs baat bij hebben, of brokkenen die natuurlijke evenementen, die dus nu door klimaatverandering steeds heftiger en vaker voorkomen, brokkenen die schade. Ja, dat is ja. Het verschil. Ja, ik snap wat je zegt. Ik probeer me wel voor te stellen, stel nou dat ik een eekhoorntje ben in dat bos in het zuidwesten van Amerika. Ja. En mijn boom verbrandt en misschien ik en mijn schattige eekhoornkindertjes ook wel. Ja. Dan zou ik als vanuit de eekhoorn bezien wel kunnen stellen, ja, maar dit is dus schade. En dat is natuurlijk het probleem waar wij mensen ook tegenaan lopen. Dat wij onze stad zo hebben ingericht dat we er zo min mogelijk schade ervaren van al die natuurinvloeden. Dat was ooit de bedoeling. Ja. We wilden het regenwater buiten houden. We wilden kunnen lopen zonder dat we vieze voeten kregen. We wilden dat als het regende, dat het afwaterde in een riool. Ja. Dus we hebben nagedacht over hoe we die stad vorm wilden geven, om te zorgen dat wij geen last zouden hebben van al die elementen en die natuurverschijnselen. Ja. En als het eekhoortje dat had kunnen doen, dan had hij dat waarschijnlijk ook gedaan. Maar gelukkig kan die dat niet en staat dat bos er nog. Ja. Hoe zie je die parallel als je dan naar onze gebouwde omgeving kijkt? Nou, dat is een hele filosofische parallel tussen de natuurlijke wereld en de manier waarop de mens in de wereld staat. Wij als mens zijn geneigd om, je vertelt het zo, van ik wil geen vieze voeten, ik wil geen last hebben van dat water. Uh-huh. Maar als je kijkt naar het functioneren van een ecosysteem als geheel, daarin is één individu of één soort nooit de hoofdmoot. Ja. Een ecosysteem functioneert dankzij alle verbindingen tussen alle individuen en tussen alle soorten. Ja. En een bosbrand, een overstroming of een aardbeving zal dus ook nooit als negatief ervaren worden door een ecosysteem als geheel, omdat er een dier overlijdt. Het tegenovergestelde is wat er aan de hand is. Op het moment dat een ecosysteem met dit soort, wat wij rampen noemen, geconfronteerd wordt, dan zal het zich opnieuw gaan rangschikken. Ja. Sommige soorten sterven uit, andere soorten krijgen meer kansen. Maar als geheel blijft het ecosysteem bestaan. Het evolueert misschien door de tijd heen, niet eens misschien, dat doet het door de tijd. Maar juist door die verstoringen krijg je verandering in het ecosysteem die het daarna een veerkrachtiger of een meer resistent, een resilient systeem maken dan voorheen. Ja. En wij mensen redeneren vanuit het ik-individu, ik wil dit niet, ik wil dat niet. En daardoor doen we dingen die soms goed zijn voor ons als individu, maar niet goed zijn voor de maatschappij of het natuurlijk systeem
om ons heen. Ja, ik kan je toelichten waarom ik het filosofische parallelletje trek. Ik stap net uit een vliegtuig en ik ben voor een paar dagen in Japan geweest. En wat Japan nou kenmerkt, of de ruimtelijke ordening in Japan kenmerkt, is dat ze daar constant dreiging voelen van allerlei natuurrampen. Tyfonen, aardbevingen, overstromingen, de zee die zo af en toe als een tsunami over het land heen komt. Dus ja. Die externe dreiging van die natuur is daar heel extreem voelbaar. Ja. Daardoor hebben ze de stad ingericht als iets wat aardbevings, tyfoon, overstromings resilient is. Ja. Daar is heel goed over nagedacht. Ja. Daardoor is het ook voor mensen een hele fijne omgeving om te wonen. Maar de keerzijde daarvan is dat het mij opviel dat er op straat geen één vogel te horen is. En ik heb daar echt in heel Tokio naar gezocht. Ik heb in heel Tokio en in heel Kyoto geen één vogel gezien. En dat deed me wel vermoeden van ja, daar zit dus kennelijk een soort parallel tussen ja. De mens willen beschermen en daarmee de natuur naar buiten duwen. Ja. Of de natuur verwelkomen, zeggen nou oké, kom maar op dan. En daarmee dus ook het risico wat je aanvaardt van ja. Het geconfronteerd worden met die natuur. Dus daar zat mijn licht filosofische gedachtensprongetje, omdat ik daar geen antwoord op heb na die rit. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, in die steden in Japan kijken ze heel sterk naar een technocratische oplossing voor het natuurgeweld dat op ze afkomt. We maken aardbevingsbestendige gebouwen, we maken dijken om de zee buiten te houden. We bouwen met name in de vlakke delen, want de steile bergen, daar gaan we nieuw bouwen, want dat krijgen we niet eens veilig. Waar we met klimaatverandering tegenaan lopen, zeker hier in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, is dat we niet meer kunnen beloven dat technische oplossingen ook daadwerkelijk een oplossing zijn om onze bestaanszekerheid te beschermen bij die extreme regenval, bij die enorme regenbuien of bij die enorme zomerse hitte. En begrijp me niet verkeerd, maar denk even terug aan de schade die we in Limburg en de Ardennen in Duitsland hebben gehad een paar jaar geleden. Dat liep in de miljarden. We zitten hier in Zaandam, enkele meters beneden zeeniveau. Het is ook een soort van badkuip. Wat als die regenbui... Wij zitten hier goed. Dus maar wat zouden wij te zien krijgen vanaf die 17e verdieping als die buit Limburg hier in de polders zou vallen? Dat loopt ook in de miljarden. Ja. En wat we dus nu ook heel duidelijk zien is dat we in de wereld van de wetenschap op zoek zijn van hoe kunnen we technocratische of technische oplossingen verbinden met nature-based solutions, met oplossingen uit de natuur. Hoe kunnen we ons landschap op een natuurlijke wijze zo inrichten, mm-hmm. dat we gebruik maken van die verkoelende werking van groene planten en groene elementen, dat we gebruik maken van die sponswerking door planten en groene daken aan te leggen en meer bomen in straat in goede groeiplaatsen te maken. Hoe kunnen we de natuur weer terugbrengen in die stad, om juist de natuur als een deel van de oplossing te zien en niet meer als een deel van de uitdaging of het probleem. Ja, ik vind dat een mooi haakje om even naar jouw onderzoeksgebied te gaan. Want jij bent een wetenschapper, je bent een onderzoeker. Ja. Zou je ons mee kunnen nemen in eigenlijk het onderzoek wat je aan het doen bent? Waar ben je nu onderzoek naar aan het doen en hoe gaat dat in zijn werk? En misschien nog wel belangrijker voor de mensen thuis, wat kunnen we daarvan leren? En ik ga daar even een tussenzin bij plaatsen, zodat jij op kan zoeken of er een slide is die je daarbij nodig hebt. Maar de tussenzin die ik wil plaatsen, dat is dat wij een chat hebben. Ik zie al dat Peter Kleine aangeeft in de chat dat hij het eigenlijk geen probleem vindt als hij uitsterft. Peter, ik zou het jammer vinden, want dan hebben we één kijker minder voor het Kamcafé. Dus blijf vooral in leven, Peter. Mochten jullie vragen die je misschien aan Joris wil stellen via mij, zet ze vooral in de chat. Dan zie ik ze en dan kan ik die vraag stellen. Terug naar jouw onderzoek. Kan je daar iets over vertellen wat jullie op dit moment aan het onderzoeken zijn en wat we daarvan kunnen leren? Ja. Ik heb een dia op het scherm gezet. Daar kijken jullie nu ook naar. En op die dia zie je eigenlijk links in het beeld een geasfalteerde straat en rechts in het beeld een boom en een huis. En wat we met deze afbeelding willen laten zien is dat als de zon schijnt, we de hitte die van de zon komt, die wordt opgevangen door het zwarte asfalt. En die wordt ook overdag en met name ook 's nachts
weer uitgestraald. En dat is dus een klimaateffect van de manier waarop wij de stad inrichten, die we eigenlijk niet zouden willen. Als je dan gaat kijken wat een boom doet in een stad, hè, die zal een deel van het binnenkomend zonlicht gebruiken voor fotosynthese, maar ook een deel reflecteren, terugkaatsen de atmosfeer in. En die energie van de zon wordt daarmee dus ook niet omgezet in hitte in de stad. Het tweede wat bomen natuurlijk doen, en dat kennen we allemaal, is schaduw werpen. Nou, schaduw op je gebouw, schaduw op een trottoir, schaduw op een fietspad geeft een hele aangename verkoeling. Simpelweg omdat het daar qua gevoelstemperatuur tot 8 graden koeler kan zijn. En het derde wat planten doen in de stad is het verdampen van water. Dat creëert voor de technici onder ons een aanvullend adiabatisch koelend effect, waarmee planten niet alleen zichzelf koel houden om uitdroging en oververhitting te voorkomen, maar waarmee ze ook helpen om die stad te verkoelen. Dus vanuit de wereld van de wetenschap kijken wij niet meer alleen naar groen als zijnde iets wat mooi is of voor de buitenkant. Nee, groen is gewoon een functioneel onderdeel van het functioneren van de stad. We hebben het daarom over functioneel groen. Nou, hoor ik jullie denken, dan gaan we gewoon op deze manier groene gebouwen maken. Dit is een plaatje gegenereerd door artificial intelligence. En dan denk ik bij mezelf wel eens, nou, als de artificial intelligence doorheeft hoe dat een gebouw eruit zou moeten zien om wat meer klimaatbestendig en prettig wonen te moeten zijn, dan moeten wij dat toch ook zo langzamerhand kunnen. Toch vind ik dat we die dingen te weinig zien. Maar dit soort beelden hebben al wel geïnspireerd tot de eerste vergroeningsopgaves. Ik ga even weer naar een volgende dia. Dit is ongeveer 15 tot 20 jaar geleden het eerste sedumdak. Hè. Mensen noemen het soms een mos sedumdak. Er groeien wel wat plantjes en het heeft een heel klein beetje waterbergende functie, maar het is voor de natuur niet heel erg natuurinclusief. En dat was ook eigenlijk de vraag aan de wereld van de bedrijven, maar ook de gemeente en de gebouwontwikkelaars. Die hebben gezegd van ja, wij willen eigenlijk dit zien. Wij willen een mooie bloeiende zomerweide op het dak, zodat het dak niet oververhit, zodat het dak netjes het regenwater als het regent vasthoudt en hergebruikt voor planten en bloemen en voor de verkoeling. Hiermee hou je ook de etage onder het dak een stuk koeler, zo hebben we hier gemerkt. Want de airco's waren op die etage na de aanleg van dit blauw-groene dak niet meer nodig. En dat is een beetje de ontwikkeling waar we in hebben gezeten. En dat is eigenlijk een combinatie van techniek en de natuur. En hier zien we een dwarsdoorsnede van zo'n blauw-groen systeem. En waarom is het dan een blauw-groen systeem? Bovenop groeien de plantjes, dat is het groene systeem. Maar onder de aarde, waar die planten in groeien, zitten in dit geval holle kunststofkratten. Die zijn ongeveer 85 mm hoog. En die zijn voorzien van capillaire cilinders, waarmee water, wat opgeslagen blijft na de regen in de kratjes, weer teruggevoerd naar de aarde, naar de beplanting, op het moment dat die planten water nodig hebben. Dus we zien dat ook voor de natuurlijke onderzoekers er steeds meer de grens opgezocht wordt tussen het natuurlijke en de technische ontwikkeling van de stad. Wat mooi. Nou zijn dit natuurlijk systemen die we ook wel eens besproken hebben in dit Kamcafé. We hebben ooit iemand gehad, en ongetwijfeld gaan Anton en Claudia nu in de chat zetten wanneer dat gedaan is. Maar we hebben iemand gehad die groene daken verkocht en die ging vertellen van nou, wat kunnen we eigenlijk allemaal al. Het onderzoek wat je hier dan naar doet, naar deze systemen, want ja. Ik denk dat iedereen instinctief al aanvoelt dat dit een heel verstandig plan is. Ja. Hoe moet ik me dan voorstellen dat het onderzoek is wat je hier naar doet? Wat onderzoek je hier? Nou, de vragen die hier onder liggen zijn van hoe biodivers kan zo'n blauwgroen dak nou daadwerkelijk worden? Welke soorten insecten en welke soorten planten vinden we terug? Er wordt onderzoek gedaan naar de gewichtsbelasting van dit soort blauw-groene systemen. Want je wil zo min mogelijk gewicht op je dak brengen. Zo min mogelijk extra gewicht op je dak. Maar wel zoveel mogelijk biodiversiteit ondersteunen. Daar is veel onderzoek aan gedaan. En waarin we nu dus een evolutie hebben gezien van groen naar blauw-groen, zien we nu heel duidelijk een evolutie van blauw-groen naar blauw-groene energiedaken. Ja, dat is natuurlijk een vraag die is ook nu op de dia te zien. Want die krijgen we regelmatig te horen van gebouwontwikkelaars en ook van gemeenten. Van ja, dat is leuk, die blauw-groene biodiverse daken. Maar ik wil ook energie inwinnen. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou
of zonnepanelen aanleggen of een blauw-groen dak aanleggen? Dat is een vraag waar ik actueel nu mee worstel inderdaad. Ja. Dus leid mij naar het licht, meneer de wetenschapper. Nou, dat zal ik zeker doen. De oplossing is niet of, maar en. Dat hebben we uitgezocht in TKI-project Urban Photosynthesis. Dat is een win-win situatie waarin je dus uitgaat van dat biodiverse blauw-groene dak met die capillaire irrigatie, plus de zonnepanelen die je in dat blauw-groene systeem incorporeert. Maar waar je dan rekening mee moet houden, dat groen gaat jouw zonnepanelen koelen. Mm. Ja, want dat groen verdampt water, dat reduceert de omgevingstemperatuur. En een koel zonnepaneel produceert meer stroom dan een zonnepaneel wat op een zwart dak aan het oververhitten is. Okay, yeah. Maar goed, zolang die planten water hebben, kunnen ze die koelende werking volhouden. Maar er zijn zomers waarin we een lange droge periode hebben, waarin het water ook op die blauwgroene daken opraakt. Dus dit is een onderzoek geweest op een gebouw van Edis Real Estate in Amsterdam, waar ze gezegd hebben, we gaan het douche-afvalwater uit het appartement oogsten. Dat wordt verzameld in een tank in de kelder. En dat wordt op een natuurlijke wijze in een natuurfilter op het hoogste dak gezuiverd, tot een goede kwaliteit irrigatiewater. En dat cascadeert dan van het hoogste dak naar een lager dak via alle vergroende balkons naar een enorme daktuin bovenop de parkeergarage. Dus dit gebouw is niet alleen blauw-groen en biodivers en ook nog eens een keer energie inclusief. Maar het genereert ook nog eens een keer zijn eigen irrigatiewater uit wat we anders afvalwater zouden noemen, op het moment dat dat water het hardst nodig is. Maar nou heb je het net over de investering en de draagcapaciteit van het dak. Ik kan me zo voorstellen dat juist als je al die systemen bij elkaar plaatst, een tank op je dak met een filtersysteem, ja, en een groen dak met een beetje substraat en een waterberging eronder, ja, en daar ook nog zonnepanelen op, ja, dan moet je een aardig dak hebben. Dan moet je een aardige draagconstructie hebben en het zal ook niet goedkoop zijn. Nou, daar hebben we gelukkig natuurlijk, we zijn bij dit project betrokken geweest vanaf het allereerste moment, hè, van het gedachtegoed. En ik laat even een foto zien op een dia om jullie te inspireren van hoe zoiets er dan het ook uiteindelijk uitziet. Op het moment dat je dit soort investeringen in natuurinclusiviteit, watersensitiviteit en die energietransitie vanaf het eerste moment meeneemt, dan zijn de meerkosten heel erg beperkt. Als je dit soort systemen wil toepassen op reeds bestaande gebouwen, je moet bestaande daken gaan versterken, ja, dan creëer je een enorme uitdaging. Maar als je dit doet bij nieuwbouw, dan kom je hier betaalbaar op uit. Ik zou graag eventjes de slide willen zien. Dan kan ik even. Ja, dit ziet er natuurlijk wel prachtig uit. Hè? Dus, dus eigenlijk wat je zegt is, hier moet je vanaf het begin over nadenken. Dit is dit soort systemen, ja, dat is nou juist uitermate geschikt voor de nieuwbouw. Hè? Ja. Ja, ja. Dat snap ik. En ik vind het er ook erg mooi uitzien. Wat zijn nou, want dit is een onderzoeksproject geweest dat jullie gedaan hebben. Ja. Wat zijn nou de lessen die je hieruit kan trekken? Ik hoor net al, je hebt onderzocht of die biodiversiteit goed is. Je hebt onderzocht of de energie beter is. Ja. Als je dit nou samen op een hoop gooit, wat heb je dan geleerd? Het eerste wat we leerden is natuurlijk de vraag, hoeveel meer energie halen we dan uit die zonnepanelen? Nou, dat is 4,4% op jaarbasis. 4,4% meer dan dan op een zwart bitumen dak. Hè? Want dit hebben we dus in real life onderzocht. Het ene dak was zwart met zonnepanelen, andere dak was blauwgroen met zonnepanelen. We hebben ook geleerd dat die beplanting daadwerkelijk zich zeer biodivers ontwikkelt. En dat ook blijft gedurende het onderzoek in ieder geval. We hebben ook geleerd dat je kunt natuurlijk al die meet- en regeltechniek voor die watersturing in en op het gebouw, die kun je heel complex maken met heel veel sensoren, pompen en kleppen en dergelijke. We hebben uit de praktijk geleerd dat je daar voorzichtig mee moet zijn, omdat dat heel onderhoudsgevoelig is. Ja. Dus het ene gebouw was daadwerkelijk ingericht met zoveel mogelijk pompen en kleppen en sensoren als we maar konden bedenken. Het andere gebouw daarentegen hadden we het waterbeheer zoveel mogelijk overgelaten aan de natuur en aan de zwaartekracht. Ja. Dus zo min mogelijk techniek erin. En je ziet dat dat in de praktijk veel beter en veel betrouwbaarder blijft werken. Dus techniek toepassen, ja. Maar don't overdo it. Maar zo min mogelijk, ja. En wat we hebben geleerd is dat we eigenlijk de filtersystemen die we inzetten op deze gebouwen, dat we die ondergebruiken. We zouden veel meer regenwater kunnen opvangen en hergebruiken. We zouden veel meer douchewater kunnen opvangen en filteren in deze systemen. Maar ja, omdat we dat water niet
in de gebouwen mogen gebruiken, dat ligt vast in de Nederlandse drinkwaterwet, moeten we dat water toch laten overstromen richting het hemelwaterriool. En dat vind ik zelf heel erg jammer, want we zouden in de winter bijvoorbeeld al het regenwater wat daadwerkelijk valt, zouden we kunnen gebruiken om toiletten te spoelen. Ja. Ja, en dat zou, en want waarom moet je een toilet spoelen met zuiver drinkwater? Dat is ergens heel erg jammer. Maar daar lopen we dus nu op het punt dat we nieuwe projecten aan het zoeken zijn met ontwikkelaars, met investeerders en gemeenten en waterschappen. Die zeggen van oké, wat staat er nu in wet en regelgeving? Hoe kunnen we daar een draai aan geven? En hoe kunnen we de systemen zo bouwen dat we ze veilig ook kunnen inzetten om water te genereren, om te gebruiken in het gebouw? Ja, nou heb ik een vraag. Ik zie overigens dat er een hele goede discussie ontstaat. Wat ik heel fijn vind, dus blijf dat vooral doen. Maakt het voor mij wel af en toe wat lastiger om de vragen eruit te selecteren. Maar stoor u vooral niet aan mijn problemen. Maar ik zie hier, zoals ik een beetje terugscroll, een hele goede vraag van Ineke. Die zegt, hoe formuleer ik die groen-blauwe toepassingen in de nieuwbouwprojecten in Nederland? Evenals de renovatie. En hoe voorkom ik de extra kosten aangezien de middelen beperkt zijn? Dus eigenlijk, op welke manier moet je dit nou uitvragen? Nou, daarvoor kun je gewoon terecht bij de partijen en de bedrijven die dergelijke systemen vermarkten, verhandelen en ook op de markt beschikbaar hebben. Die hebben daarvoor standaard besteksteksten beschikbaar. En ja, er zijn verschillende kwaliteiten van die systemen beschikbaar. Dus daar moet je wel scherp op zijn om precies te weten wat je uitvraagt. Mm-hmm. En het tweede deel van de vraag was ik even kwijt. Kun je die nog een keer halen? Het tweede deel is, ja, dat gaat eigenlijk over de kosten. Hè? Ja. Hoe voorkom ik nou die extra kosten aangezien de middelen beperkt zijn? Ja, en niet. Niet. Nee, maar zou je nou misschien het kasrondje kunnen maken? Dat je zegt, ja. Kijk, luister, die energie levert 4,4% extra levert die energie op. Dat betekent dus dat je extra inkomsten hebt. En daar kan je misschien die extra vergroeningsopgave weer van betalen. Ja, nou in de regel is het zo, als je een vergroeningsopgave probeert te verdisconteren tegen slechts één functie, hè, van ik ga dit gebouw helemaal vergroenen, want ik krijg een beetje meer elektriciteit, dan krijg je hem gewoon in het businessmodel niet rondgerekend. En dat is gerelateerd aan het feit dat groen in een stedelijke omgeving heel veel verschillende functies levert. Ja. Denk aan luchtkwaliteitsverbetering, omdat het fijnstof uit de lucht vangt. Denk aan de ruimte voor biodiversiteit. Denk aan het gezondheidseffect voor de mensen die erin kunnen verblijven of die ernaar kunnen kijken. Denk naar het verkoelend effect op het gebouw. En zo zijn er nog veelal meer functies die het groen. Maar van dat groen doet van al die functies kleine beetjes. Ja. En de baten, ja, bij wie liggen die baten? Ja. Ik kan bewijzen dat mijn groendak ieder jaar 8 kilo fijnstof uit de lucht filtert. Moet ik dan een factuur sturen naar het ministerie van Gezondheid van ik heb 8 kilo keer €345 gemeten gezondheidskosten per kilo. Dus ik krijg nog een paar honderd euro van jullie. Bij de zorgverzekeraar misschien. Bij de zorgverzekeraar. Dat zou een mooie plek zijn. Ja, nou goed, in het verleden zijn die gesprekken er geweest. Ja. Maar ook die zeggen dat ze die link niet zo direct willen leggen. Dus je ziet dat de baten van het groen, van het gezonde, het waterslimme gebouw, die liggen bij heel veel mensen, eigenlijk bij de maatschappij. Bij iedereen heeft daar baat bij. En niet direct bij de investeerder. Dus het is inderdaad een investeerder die hier zijn best moet doen. En ook echt moet willen om gewoon een voor de toekomst en voor toekomstige generaties een beter functionerend gebouw neer te zetten. Ja. Ja, en ik denk dat ook veel investeerders inmiddels op dat spoor zitten. Hè? Ja. Dat ze denken, ja, maar ik moet toch hier iets bouwen wat op de lange termijn ook duurzaam is. Ja. En niet alleen maar duurzaam in de zin van energetische duurzaamheid, hoeveel energie verbruiken we hier. Ja. Maar ook in de zin van, die bewoners die hier zitten, moeten het in de zomer niet te warm krijgen en in de winter niet te koud krijgen. Ze moeten gelukkig zijn, ze moeten oud worden, ze moeten weinig gezondheidsklachten krijgen. Dus nou ja, dat vinden we allemaal belangrijke doelen. Ja. Misschien nog een vraag gerelateerd aan het kostenplaatje. Hè? Want groen op je dak, ik zie prachtige plaatjes voorbij met allemaal bloemetjes en bijtjes. Betekent ook dat er onderhoud gepleegd moet worden. Want anders staat het straks vol met onkruid en overwoekert het je zonnepanelen. En dan leveren ze ook geen stroom meer op. Ja. Hoe zit dat? De plantengroei, belemmert dat soms zonnepanelen? Nou, de planten die hier gekozen zijn, de soorten die gekozen zijn, dat zijn natuurlijk laagblijvende soorten die niet meteen het hele zonnepanelenveld ook overgroeien en in de schaduw zetten. Dus daar moet
moet je met je soortkeuze moet je daar rekening mee houden. Mm-hmm. Het tweede is, onderhoud is nodig. Minimaal 2 keer per jaar gaan er zogenaamde dakhoveniers deze biodiverse daken op. Om met name de houtige gewassen, de bomen en de struiken, want ja, die waaien erin, die zaadjes. En die vogels die brengen ook allemaal zaadjes. Dus die worden verwijderd. Want houtige gewassen wil je niet in zo'n daktuin hebben groeien. Dus onderhoud is belangrijk. Ja, ja. Maar ja, je hebt een stukje groen gecreëerd, een stuk tuin gecreëerd. En dan onderhoud is belangrijk, want er zijn geen weides in Nederland die geen onderhoud hebben. Ja, precies. Dus als antwoord inderdaad op de vraag van Tom. Tom, er moet onderhoud gepleegd worden. Ja, absoluut. En als je dat niet doet, dan op de lange termijn levert dat problemen op. Nou, dat is een beetje afhankelijk van hoe dat je groendak of je daktuin hebt ingericht. Hè. Er zijn ook heel veel groendaken waarvan de eigenaar zegt van nou, dit groendak is in staat om een klein beetje water te bergen en ik onderhoud het eigenlijk niet. Ik doe niet meer dan wat ik op een normaal dak doe. Hè. Het controleren van de goten en de regen, uitlopen, die moeten wel natuurlijk vrij blijven, maar dat moet altijd. En dan laat je de natuur zijn gang gaan op dat dak, dat kan. Ja. Tot en met een daktuin waar mensen kunnen verblijven, waar mensen kruiden kunnen kweken. Daar zul je het moeten onderhouden als een tuin. Ja. Dus eigenlijk is de manier waarop je je dak gaat inzetten als multifunctionele ruimte bepalend voor de mate van onderhoud die nodig is. Ja. Nou is dit een project waarin je dus eigenlijk de combinatie van blauw en groen op daken hebt onderzocht op de vraag in hoeverre is dat nou klimaatadaptief en in hoeverre werkt dat? Ja. Halen we er voordelen uit als we het combineren? Heb je nog andere voorbeelden? Jazeker, we zien dat die blauw-groene ontwikkeling is niet alleen gaande op daken, maar we zien ook dat bij groeiplaatsen van bomen in straten, hè, vaak het zit er onder de trottoirs of onder de fietspaden of onder de parkeervakken, kun je hele mooie groeiplaatsen inrichten voor bomen, zodat ze met hun wortels veel beter verder kunnen groeien. Ik kan daar een plaatje van laten zien. Ik zie hier dia nummer 20, die pak ik er even bij. Dit is eigenlijk wat je ziet gebeuren. De dia staat klaar. Links is een 35 jaar oude linde in Tilburg. Mm. Nou, dit is niet natuurlijk het beeld wat je wil zien. En dit is eigenlijk het resultaat van een ouderwetse manier van het aanplanten van bomen. Je graaft een gat in de stoep en dan verbeter je met een kubieke meter bomenzand een klein beetje. En dan laat je die boom daar groeien, want dit is niet wat je wil. Die boom die moet daar groeien, die moet floreren, die moet verkoelen, die moet schaduw werpen, die moet ruimte geven aan de vogels en die moet mensen gelukkig maken. Ja, na 30 jaar zou die er een stuk gezonder uit hebben moeten zien dan dit. Nou, dus dit soort bomen op dit soort plekken, die moeten eigenlijk na 30 jaar al verwijderd worden en vervangen worden voor een nieuwe. Dat is een heel onvoordelig systeem, want zo'n linde kan in de meest positieve gevallen ook 400 jaar oud worden. Ja. Dan is 30 jaar een beetje te jong. Dit is de volgende dia die ik laat zien. Dit is eigenlijk het beeld wat je wil van bomen in de stad. Dit is het ideaalbeeld. Wel een zeer volwassen monumentale boom. Midden in de stad. Waar mensen in de schaduw onder kunnen zitten. Want als je gaat nadenken over de warme zomerdagen. Dan zitten de mensen meestal in de schaduw van de boom. Ja. En zelden in de volle zon. Ja. Toch staat die boom hier ook tot aan zijn stam in de klinkers en in de verharding. En dat kunnen we tegenwoordig creëren door in de ondergrond een groeiplaats voor die boom te creëren. Dus we kunnen allerlei structuren in de ondergrond plaatsen om het gewicht van het verkeer over een grote oppervlak weg te dragen. Dan wordt de grond niet verdicht. Tot en met, net als op daken, zo'n blauwe waterbergende functie om regenwater wat van daken komt op te vangen en vast te houden, zodat die boom ook bij droogte voldoende water heeft. Daar zou je me even technisch in mee moeten nemen, want dat raakt bij mij dan een snaar. Dan denk ik, maar hoe doen we dat dan? En dan weet ik niet of dat hier snel kan laten zien. Ik ga het voor jullie proberen. Eén momentje. Kijk eens aan. Als het goed is, hebben we nu een dia online staan. En wat je hier ziet is eigenlijk een dwarsdoorsnede van die groeiplaats, zoals dat dan heet, van die boom die in die verharde stad staat. Mm-hmm. En wat je, ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien, net niet, nee. Onder de bestrating zit in dit geval een kunststofconstructie, maar dat kan ook een betonconstructie zijn of anderszins, die er eigenlijk voor zorgt dat het gewicht, wat anders op de plek op het zand drukt waar die wortels in moeten groeien, verdicht. Ja. En je ziet dat onder de doorwortelbare ruimte, onder die donkerbruine aarde, zie je inderdaad ook weer een krattensysteem liggen waar regenwater in blijft staan voor later.
Dus die boom die groeit hier midden in de stad, maar daar voelt die boom eigenlijk bijna niks van. Hij heeft water beschikbaar. Hij heeft voeding en hij heeft water. En zuurstof in de ondergrond om te kunnen groeien. Ja. En nou is de mythe altijd, ik weet niet in hoeverre dat waar is, maar dat hoor ik wel eens mensen zeggen, dat de boom die boven de grond staat net zo groot is als de boom die onder de grond groeit. Ja. Ik kan me voorstellen dat die boom hier zo moeite krijgt om de diepte in te wortelen, omdat hij op een gegeven moment zo'n retentiekrattensysteem tegenkomt. Is dat geen probleem? Nou, je zegt het goed, het is een mythe. Het is een mythe. Ja, de bomen in Nederland die groeien niet met de wortels zo ver naar beneden als de kroon omhoog reikt. Zo wordt het vaak getekend, maar dat is het niet. In Nederland is het grondwaterpeil, wat gemiddeld genomen vaak op ongeveer een meter diepte zit, is eigenlijk een barrière voor een boom om erheen te wortelen. Bomen kunnen niet zeg maar tot diep in het grondwater wortelen. Okay. Bomen zijn geneigd om iets naar beneden te wortelen, meestal tussen de 20 en de 100 centimeter, en dan zijwaarts te wortelen. Ah, kijk. Dat is een beetje zoals een kluit zich in Nederland ontwikkelt. En maakt dat dan nog uit? Want als je net de boom laat zien die daar staat, en dan zie je dus eigenlijk op een meter of drie afstand de weg beginnen. Ja. De verharde weg. Ja. En dan zie je aan de andere kant van de weg zie je gebouwen staan. Hè? Dat, dat betekent dat straks de netbeheerder die moet daar een aansluitingje maken. Ja. Of er moet een coaxkabel of een glasvezelkabel naartoe getrokken worden. Ja. Dan gaan ze die boel openmaken. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk, ja, die boom die gaat niet diep de grond in, maar die boom die gaat opzij. Opzij. Ja. Dan ga je dus iedere keer in die ondergrondse infrastructuur, ga je een ingreep doen in de wortels van die bomen. Kan correct. Dat geen kwaad? Dat kan verschrikkelijk veel kwaad. Dat is ook een van de redenen waarom er stadsbomen in Nederland falen bij heftige stormen. Hmm. Die waaien om. Als er op een gegeven moment langs vier kanten van de stam de wortels allemaal weggegraven zijn voor kabels en leidingen en andere ondergrondse infrastructuur, ja, dan blijft die niet meer staan. Een boom is niet een soort potlood die op zijn kont in de grond staat en zich daarmee maar moet vasthouden. Ja. Ja. Dus dat is zeker een bedreiging. En daar worden dus ook met name in de grote steden in Nederland is daar steeds meer aandacht voor. Ook in het Nationaal Groeifonds programma het onderdeel multifunctionele bruggen en kadermuren. Mm-hmm. Hoe kun je nou de ondergrond, de drukke stedelijke ondergrond zo inrichten dat er en ruimte is voor kabels en leidingen, maar ook voor boomwortels. En dan krijg je allerlei voorzieningen zoals wortelstraten, stukjes grond die specifiek toegewezen zijn van nou, hier mogen de wortels groeien, daar gaan we niet in graven. Tot het inbrengen van mantelbuizen. Mm-hmm. Bij de aanplant van de boom kun je een aantal lege rioolbuizen aanbrengen daar waar de wortels gaan groeien. Ja. Dan kun je altijd kabels en leidingen door wortelbare ruimte heen aanbrengen zonder te hoeven graven. Ja. Nou, dit zie je dus ook steeds meer gebeuren, zeker in de steeds verder verdichtende stad. Mm-hmm. Maar het is wel een heleboel wennen, want je moet ook die holle mantelbuizen op de klikmeldingen en op de kaarten zetten, zodat de mensen die leidingen moeten leggen ook weten dat ze er zijn. Ja. We worden aardig gechallenged op dit onderwerp. Dus ik ga eens even een paar vragen achter elkaar stellen en dan mag je ze eigenlijk in één keer proberen allemaal te beantwoorden. De eerste vraag die ik krijg is, ja, kan dit nou ook zonder kunststof in de grond te stoppen? Een tweede is eigenlijk een vraag die in het verlengde ligt. Van, ja, dit is er eigenlijk wel weer zo'n hele technocratische oplossing, product-driven. Kunnen we nou niet beter op een goede manier dingen aanleggen en met de ruimte omgaan, waarbij we goede resultaten borgen en in het kader van integrale stedelijke vergoeding toch die voorsprong krijgen. Tanja zegt erbij, wij zouden dit soort systemen niet toepassen. En ik heb nog een vraag van Albertine die zegt, waarom moet je nou kratten toevoegen als er al grondwater op 1 meter zit? Dus eigenlijk is dit allemaal een beetje technologisch. Is dit nou allemaal wel nodig? Ik zal ze proberen. We beginnen even met de eerste. Kun je die nog eens halen? De eerste vraag, kan dit nou ook zonder kunststof in de grond te stoppen? Ja, de reden waarom er voor kunststof of voor betonconstructies gekozen wordt, is omdat er nu eenmaal een belasting plaatsvindt in de stad. Je wil niet dat iets meer alleen. Kijk, als ik een groeiplaats voor een boom maak met open aarde en ik zeg, daar gaan we niet op parkeren en daar gaan we niet overheen fietsen. Ja, dat is ideaal. Ja. Fantastisch. Maar dat kan niet in de stad. Het is druk. Een boom in een bos. Een boom in een bos, ja. Die heeft geen kunststof nodig. Nee, die boom in een bos, dat kunnen we al. Dat kunnen die bomen ook zelf al. Ja. Dus. Maar je wil in die stad die functie stapelen. Je wil iets en de sponswerking geven van de natuur. En de wortelbare ruimte zodat je een grote boom hebt. En je wil dat je het ook kunt gebruiken als parkeren. Je wil bijna kunnen parkeren tot aan de stam van de boom. Bij voorkeur zonder er tegenaan te rijden, alsjeblieft. Maar dat je dus al die functies van boomgroei, verkoeling, sponswerking, biodiversiteit, maar ook gewoon het parkeren, het fietsen of het lopen, combineert in die stad. Dus omdat je die functies gaat stapelen,
moet je materialen in de ondergrond toevoegen om te voorkomen dat je iedere 20 of 30 jaar een kwarrende boom moet vervangen. Ja. Volgende vraag. En de volgende vraag was, dit is nou wel een hele technocratische product-driven oplossing. Kunnen we dat nou niet anders doen? Nou, dit is inderdaad, dat heb ik net ook verteld. Je ziet dat je hier dus het grensvlak opzoekt tussen de techniek en de natuur. Ja. Want de natuur gewoon terug de stad inbrengen, door de stad te verwijderen en er weer natuur te maken, dat is niet wat we willen. Maar we hebben een stukje techniek nodig als interface tussen het stedelijk gebouwde menselijke deel en de natuur die je daar wil realiseren. Ja. Dus ik ben niet tegen het inzetten van techniek. Ja, als je zou zeggen, we zetten hier inderdaad een hekje omheen. We maken er een vlak van met inderdaad gewoon goede aarde. Ja. We zetten er niet een bankje omheen waar mensen kunnen zitten. Of nee. Misschien wel, maar... Nee, dan ook geen bankje. Dan ook geen bankje. En we zorgen gewoon dat ding kan wortelen en dat we daar geen auto's of wat dan ook laten gaan. Dan zeg je dan, ja, dat kan ook, is een keuze. Maar dan ga je dus inderdaad de stad weghalen en daar natuur voor terugbrengen. Ja, en dat is niet wat we zoeken. We zoeken die gestapelde, die multifunctionele, die gelaagde stad van de toekomst. En dit soort technocratische oplossingen om bomen in de stad toe te passen, dat gebruik je ook niet in een klein dorpje als waar ik woon in Hilsum. Nee. Want dat is niet nodig. Dat ligt precies. Vol met tuinen, dat ligt tegen de bossen. Maar als ik nou kijk naar Amsterdam en Rotterdam en Den Haag, waar het echt gewoon zo ontzettend verstedelijkt is, waar iedere vierkante meter minimaal 3 functies moet vervullen, dan vind ik het gerechtvaardigd om op zulke plekken goed na te denken, hoe kunnen we dingen goed doen. Ja, mooi. En dan de vraag van Albertina. Waarom moet je nou eigenlijk kratten toevoegen als er al grondwater op 1 meter zit? Goeie vraag. Op het moment dat er dus grondwater op 1 meter zit, hoef je dus geen kratten voor waterretentie toe te voegen. Nee. Een dergelijk waterretentiesysteem op 1 meter diepte kun je dus bijvoorbeeld in Winterswijk gebruiken. Daar waar je in Nederland op de hoge droge zandgronden zit, waar in de zomer het grondwater te ver wegzakt, daar zou je dat toevoegen. Maar in Amsterdam ga je dat niet doen, want daar is het grondwater gewoon beschikbaar. Daar precies. Is het ook nog stabiel. Dus daar moet je in je ontwerp wel rekening mee houden. Ja, dus dan hoef je dat niet te doen. Ja. Nee, we gaan geen water met water maken. Dat is nergens voor nodig. Nee. Dat hebben we voldoende. Hey, en nou heb je dus hier onderzoek gedaan. Ja. Onderzoek eigenlijk naar hoe kunnen we nou zorgen dat die linde van 30 jaar niet weer afgebroken wordt en hoe kunnen we zorgen dat we bomen toepassen in dat stedelijk gebied die retentie verzorgen, die schaduw verzorgen, maar die ook multifunctioneel in die stad het ruimtevraagstuk oplossen. Ja. Dat onderzoek heb je gedaan. Wat zijn nou de conclusies van dat onderzoek? Nou, dan maak ik er toch ook weer even een financieel plaatje van. Want dat vinden jullie toch altijd weer interessant. Ben ik gek op financiële plaatjes, ja. Nou, dan vat ik even in deze dia met een grafiek. Ik ben een wetenschapper, dus ik laat toch ook even een grafiek zien. Excuses daarvoor ook aan de kijkers online. Als we nou eens gaan kijken naar wat een boom opbrengt. Hè, dus de baten die we dan met het iTree-model kunnen verdisconteren naar euro's. En dan kijken we naar de functies van het fijnstoffilteren. We kijken naar de functie van schaduwwerking, van verkoeling. En we kijken naar de functie van sponswerking, wat die boom doet. Mm-hmm. Dan zien we hier over een periode van 120 jaar zien we een aantal dingen gebeuren. Dus op de x-as zien we 120 jaar en op de y-as zien we de waarde. We zien in het midden van de grafiek zien we een rode stippenlijn. Dat is de nullijn. Ja. Dus netto gezien, als je de kosten van het aanplanten en het onderhouden en het beheren van die bomen en de opbrengsten van de baten die levert bij elkaar optelt, dan zie je dat de standaardboom, die dus iedere 30 jaar geveld wordt, dat zie je ook gebeuren, hè, maakt iedere 30 jaar maakt hij een stapje naar beneden. Die boom gaat dus voor de Nederlandse maatschappij of voor de gemeente nooit geld opleveren. Ja, die kost alleen maar geld. Had je net zo goed niet kunnen doen. Ja. Dat is dus geld weggooien. En als je nou gaat kijken van nou, ik zet een boom in een goede waterretentiegroeiplaats, mm-hmm. of een klimaatbestendige groeiplaats, dan zie je dat die na een jaar of 50 komt die boven nul uit. En dan zie je dat die, omdat die boom veel groter kan worden, echt significant waarde voor de gemeente en voor de plek waar die staat gaat genereren. Je ziet dat die ver boven de rode nullijn uitkomt. En hoe komt het nou dat hij na 120 jaar weer een beetje naar beneden zakt? Omdat we in dit model er rekening mee hebben gehouden dat we beginnen met een lege groeiplaats en eindigen met een lege groeiplaats. De boom gaat dus we hebben de boom na 120 jaar ook even in dit geval niet daadwerkelijk geveld, maar even in dit model technisch moeten vellen. Ja. Omdat we dat wel eerlijk met elkaar wilden vergelijken. Precies, en dan zakt de... Dat gaat weer ten koste van de opbrengsten van de boom. En wat we hier dus eigenlijk in zagen is dat je dus in jaar 0
5 keer meer moest investeren om een goede groeiplaats aan te leggen in jaar 0. Maar dat je uiteindelijk bijna 20 keer meer opbrengsten hebt die boom. Na 50 jaar. Na 120 jaar in dit geval. Na 120 jaar, vanaf 50 jaar. Precies. Dus de eerste 50 jaar gaan de kosten voor de baten uit. Juist. En dan na 50 jaar gaat die baten opleveren. En die, maar dat is wel, dan moet je wel... Een lange adem hebben. Er is zo'n opmerking dat een samenleving alleen maar kan groeien als mensen bomen planten in welke schaduw ze nooit zullen zitten. Precies, nou en dat gaat voor bomen op. Maar ik moet zeggen dat dit model, de grafiek, misschien kunnen we hem nog even terug op het beeldscherm zetten. Dat is heel moeilijk te verkopen in de politiek. Ja. Want die zeggen, ja kerel, ik ben hier voor 4 jaar. Precies. Moet ik hier dan 50 jaar op gaan wachten? En kan ik over 51 jaar zeggen, kijk eens jongens, wat voor goeds ik heb gedaan? Dat werkt niet. Nou, als je dan diezelfde data op een andere manier weergeeft. En je gaat kijken naar, wanneer ga ik dan het verschil zien aan die bomen? Hè? Want mensen zien de bomen natuurlijk. Nou, dan zie je dat je in de onderste goudgele lijn van de standaard groeiplaats, zie je dat die boom, dit gaat over de oppervlakte van de kroon. Hè? Dus de grootte van de kroon. Dat die dus na 30 jaar steeds instort. En die retentieboom, die blijft groeien en groeien en groeien. En je ziet dus dat je na ongeveer 13 jaar, ga je op straatniveau al het verschil zien. Ja. Dus je hoeft geen 30 jaar lang te wachten voor het verschil te zien. Of 50 jaar lang. Nee, dat verschil wordt dus al veel eerder zichtbaar. Dus ook hier, op basis hiervan zou ik zeggen, investeer in een goede groeiplaats. Want dat is echt een welkome investering voor toekomstige generaties. Ja, ja. Mooi. Mooi te zien. Dus eigenlijk na 13 jaar heb je het voordeel al zichtbaar. Ja. Het lastige is dat het natuurlijk geen... Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Hè? Dus die eerste 13 jaar zie je twee dezelfde bomen. En na 13 jaar gaat die ene boom... Die gaat minder groeien. Die groeit vlak af. En die andere blijft doorgaan. Maar als je die retentie goed geregeld hebt, dan zie je dat niet. Want er staat niet een boom naast die je verkeerd hebt aangeplant. Nee, dat is niet de dagelijkse praktijk. Om te bewijzen dat je het goed hebt gedaan. Nee. Dus dit is wel echt een ding waarvoor je wetenschap nodig hebt. Dus je zult uit de wetenschap moeten putten dat je mensen daarmee overtuigt. Van luister, we hebben dit onderzocht. Ja. Heb je voorbeelden van partijen die zeggen, maar dit snappen wij. Dit gaan wij goed doen. Of zeg je, die sector die blijft eigenlijk hier nog in achter, want ze snappen dit nog niet. Als het gaat over het gebied van bomen, dan zijn de bomenspecialisten die bij de Nederlandse gemeente werken en de mensen die bomen onderhouden vanuit hun bedrijf, die snappen dit volkomen. Die zijn ook echt boom-minded. Maar waar de moeilijkheid zit, is het in de maatschappij duiden hoe belangrijk het is om op een lange tijdschaal te kunnen denken. Dat geldt natuurlijk ook voor gebouwen. Want we maken niet veel gebouwen voor 2 of voor 3 jaar. Dan heb je het ook over 50 of 80 of 100 jaar moet zoiets mee kunnen gaan. En de vraag is dus ook van wat vind je een acceptabele terugverdientijd? Op het moment dat je aan mij vraagt van ik wil graag een boom planten en daar wil ik in investeren, maar ik wil over 2 jaar wil ik hem terugverdiend hebben. Zo snel gaat dat niet in de natuur. Daar is een langere periode voor nodig. Hè? Aan mij vragen van ik wil een nature-based solution. Wat het ook mogen zijn van daken of bomen of slimme sportvelden. Dat maakt niet eens uit. Die wil ik over 2 jaar terugverdiend hebben. Dat is, zeg ik weer, dat is hetzelfde als aan een 3 maanden oude baby vragen van wat heb jij nu gedaan voor de Nederlandse maatschappij? Ja. Dan zegt die baby ook niks. Nou, ik zou het knap vinden als een 2 maanden oude baby al zulke volzinnen uitspreekt, Joris. Maar, precies. dan is die verder dan ik was op die leeftijd. ik heb nog een vraag van Eline en die zegt, onderzoek je nou ook de daadwerkelijke impact van maatregelen in het openbaar gebied van steden? Zo ja, welke maatregelen in het openbaar gebied onderzoek je allemaal? Goeie vraag. Ja, er is op dit moment is er onderzoek gaande naar regenwaterinfiltratie. Hè? Regenwater komt van straten en vroeger, in de oude tijd, ik zal niet zeggen de goede oude tijd, in de oude tijd, deed het in de riool, gingen we dat verpompen. Ja. Maar op steeds meer plekken zeggen van nee, regenwater, dat is geen overlast, dat is een dankbaar goed wat we gratis uit de lucht krijgen. Ja. Dat moet je lokaal infiltreren om je grondwater aan te vullen. Dus halfharding, wadies. Dat soort dingen. Nou, dus daar wordt nu heel veel onderzoek aan gedaan van. Hè? Want met dat regenwater van straten komt ook een hoop vuiligheid mee. Mm-hmm. Hoe voorkomen we nou dat die vuiligheid ook op die plekken infiltreert? En dat is ook een TKI-project. Dat heet straatwaterfiltratie voor infiltratie. Mm-hmm. Omdat er nu op heel veel plekken regenwaterinfiltratievoorzieningen worden gebouwd. Ja.
En dat we willen voorkomen dat we over 20 jaar zeggen van... oh, dat hebben we niet goed gedaan, want nou is die vuiligheid daar ook allemaal de grond in verdwenen. Hadden we maar. Ja. Hadden we maar. Dus dat proberen we voor te zijn in de wereld van de wetenschap. Met een heel consortium van partijen die daar heel veel van weten. Mm-hmm. Dus dat zitten wij echt niet allemaal in Wageningen zelf te bedenken. In het Nationaal Groeifondsprogramma, wat ik al heb genoemd... daar wordt echt gekeken van hoe krijgen we nou goede groeiplaatsen voor bomen... langs die Amsterdamse grachten, maar ook langs grachten in andere steden uiteindelijk. Waarbij we ook met de mobiliteit en de ondergrondse infrastructuur en met natuurinclusiviteit en met allerlei andere vraagstukken tegelijkertijd rekening moeten houden in die drukke ondergrondse ruimte. Ja. Dus daar wordt op dit moment, met name in de grote steden, heel veel werk aan gedaan van hoe kunnen we die stad van de toekomst beter inrichten dan we nu doen. Mooi, mooi. Nog een laatste vraag, of eigenlijk een laatste draadje, wat we nog niet zo heel erg hebben uitgenut. En dat was dat in het voorgesprek wat wij hadden, hoorde ik je op een gegeven moment zeggen, dat ik zei van, joh, maar wat weten we nou in de wetenschap allemaal wel zeker en wat weten we nou nog niet zo zeker? Ja. En toen zei jij, waarom maakt dat uit? Als we allemaal wel weten dat het zo is. Hè? Iedereen voelt instinctief wel aan. Dat hij niet op een parkeerterrein moet gaan staan als het 30 graden is. Want dan wordt het knijterwarm. En iedereen voelt wel aan dat hij dan liever onder een boom gaat zitten. Dus waarom is het nou zo nodig dat we daar wetenschap voor hebben? Als ik nou dat... Ik merk dus dat je wat dat betreft heel kritisch staat tegenover de noodzaak van uitgebreid onderzoek. Ja. Maar je bent daar wel de hele dag mee bezig, dat uitgebreide onderzoek. Hoe verhoud je die twee? Dat komt door een stukje frustratie. Als ik nou eens ga kijken op een warme zomerdag. Ook even voor de kijkers online. Even een plaatje erbij. Nee, dat is voor mij dia nummer 2. We gaan terug in de tijd. Dit is een warme zomerdag. Ja. Waarom gaan mensen op een warme zomerdag naar een park om te recreëren, om te rusten of om wat verkoeling te vinden? Waarom gaat niemand met een picknickkleedje op de zwart geasfalteerde parkeerplaats van de Gamma zitten genieten van die warme zomerdag? Ik heb het in mijn leven nog nooit niemand zien doen. Nee. Heb jij het wel eens gezien? Nee. Ik ken overigens uit de Verenigde Staten wel het fenomeen tailgating. Ik weet niet of je het kent. Ja, dat ken ik zeker, ja. Dan nemen ze achterop een pick-up truck een barbecue mee. En dan gaan ze dus inderdaad bij het parkeerterrein van het stadion staan barbecuen. En dat gebeurt ook op dit soort dagen. Ja. Maar ja, laten we het er maar op houden dat Amerikanen in die staten een klap van de molenwiek hebben gekregen. Ja, op dit moment allemaal wegwaaien met de orkanen die er overheen gaan. Exact, ja. Nee, de truc is dat mensen eigenlijk van binnen heel goed weten dat een groene ruimte een gezonde ruimte is. En dat ook heel diep van binnen, als mensen zich begeven in een groene omgeving, dat hun hartslag daalt, dat hun bloeddruk daalt, dat hun stresshormonen teruglopen in niveaus. En dat gebeurt ongemerkt. Dus de mens vaart wel bij een groene en gezonde omgeving. En dat is geen fabeltje, dat is niet voor groene mensen of der. Nee, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat meet je aan de mens. Ja. Zelfs mensen die zeggen dat ze de natuur haten, die je in een bos laat lopen, daarvan zul je zien dat de hartslag daalt en dat de bloeddruk daalt. Ja. Ik heb Jolanda Maas aan mijn tafel gehad. Nou, dan hebben jullie daar alles over gehoord. Hebben we helemaal uitgenut dit onderwerp. Ja. En de gezondheidseffecten, ik sta er nog steeds iedere dag van versteld. En ondertussen hebben we te maken met de wetenschap. Die heeft bewezen dat blauw-groene, multifunctionele, watersensitieve en energietransitiedaken mogelijk zijn. We hebben bewezen dat de biodiversiteit achteruit loopt en dat we dat eens tegen kunnen gaan door met name in de stad ruimte voor biodiversiteit te maken. Maar Koen, leg mij dan eens uit, waarom gebeurt dit nog niet? Waarom worden er nu vandaag nog gebouwen gemaakt met een zwart bitumen dak? Waarom is dat in hemelsnaam nog een goed idee? Ja. We weten toch dat we veel betere oplossingen hebben? Dat is een hele goede vraag. Misschien dat iemand in de chat kan vertellen waarom het is. Ja. Mijn onderbuikgevoel is dat we in de gebouwde omgeving en met name in de woningbouw proberen alle maatschappelijke problemen op te lossen. Dus de woningmarkt is een plek geworden waarin het nivelleren van inkomen, hè, dus armoedebestrijding, doen we via de woningmarkt. Ja. We zijn bezig met energiebesparing, doen we via de woningmarkt. We zijn bezig met... Nou, noem het maar op. En het is allemaal de woningmarkt waar dat samenkomt. En dat is een hele
vind ik altijd een hele dankbare taak, een hele verantwoordelijke taak, dat je daarmee bezig mag zijn met het oplossen van al dat soort maatschappelijke vraagstukken. En de realiteit is ook dat we een jaar of 20 geleden een Amerikaanse net niet-president hebben gehad, die zei, er komt een inconvenient truth op ons af, klimaatverandering. Ja. En vanaf dat moment zijn we er als sector niet meteen op aangeslagen, maar zijn we eerst bezig geweest met hoe kunnen we nou die verduurzaming, zeg maar minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot, hoe konden we dat oplossen? Ja. En de laatste pak een beet 5 tot 10 jaar komen we erachter. Oei, dat gaan we waarschijnlijk niet redden. We moeten iets met het klimaat gaan doen. En wat zien we eigenlijk die biodiversiteit achteruit hollen? En dat is dus pas relatief nieuw in onze sector. Ik denk dat het daarin ligt. Ja. Want we willen wel, maar we doen nog heel veel dingen zoals we ze deden, omdat we ze al duizenden jaren zo doen. Ja, maar moeten we dan hierop wachten in Nederland? Ik zet even een dia in beeld. Dat is een foto, die hebben we allemaal gezien op het nieuws. Dit is Roemenië een paar weken terug. Gaat het roer dan om in Nederland als we dit hebben meegemaakt? Nee, wat mij betreft niet. Wat mij betreft gaan we eerder schakelen. Het zou me echt wel wat waard zijn. Dat is natuurlijk ook waarom wij als brancheorganisaties met NEPROM Bouw in Nederland Woningbouw dat kampprogramma hebben opgezet. Omdat we zeggen, we willen leren, we willen zoveel mogelijk snappen hoe we dit moeten doen. Maar we moeten wel een beetje geholpen worden door inderdaad de wetenschap die ons vertelt, dit zijn de goede dingen en deze dingen moet je vooral niet doen. Ja. En ik denk dat we vandaag een aantal mooie lessen hebben getrokken die we kunnen toepassen. Ik denk dat we wel willen, maar ik denk dat we niet altijd heel goed in ons systeem hebben hoe we dit nou moeten doen. En het is nog niet de standaard. Nou, en ik begrijp de psychologie achter de klimaatverandering ook wel. Hè? Want gisteren kwam er echt een bijna hartverscheurend artikel in Bioscience naar voren, waarin vele wetenschappers hebben geschreven van, jongens, dit is de laatste keer dat we echt de noodklok luiden voor klimaatverandering. Want het gaat echt... We vliegen echt gierend de bocht uit met onze CO2-uitstoot en met de klimaatverandering. Maar die hebben het steeds over het jaar 2100 dit. In 2100 is het bijna 3 graden warmer, terwijl we in Parijs hadden afgesproken 1,5. Want dat was het kantelpunt van de ecosystemen op de planeet. Dat wordt 3. Ja. Maar 2100 lijkt zo ver weg. Ja, Wereld Natuurfonds vanochtend een bericht uitgegooid. Die zeiden, we zijn inmiddels in de afgelopen 50 jaar ongeveer 75% van onze biodiversiteit kwijtgeraakt. Ja. De soorten zijn aan het uitsterven. Ja. En we zitten op een punt. En dat punt was volgens Wereld Natuurfonds max 5 jaar bij ons vandaan. Ja. En dan komen we op momenten waarop het onomkeerbaar is. En dat is nog maar 5 jaar te gaan. En we weten wel hoe we dit op moeten lossen. Dus hoe krijgen we de mensen in bouwend Nederland, in de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en dergelijke, op het punt dat ze zeggen van, ja, 2100 lijkt zo ver, maar ik moet vandaag acties ondernemen. Ja. Ik zie dat er groene gebouwen ontstaan. Dat komt door enthousiaste architecten, maar ook door investeerders die vanuit hun hart geloven van, ik kan een beter gebouw voor mijzelf, voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen neerzetten. Maar die doen dat vanuit hun hart, niet eens per se vanuit de wetenschap. En het zou eigenlijk gewoon het gemeengoed moeten worden. Vanaf nu maken we alleen nog maar gebouwen waarvan we zeker weten dat ze positief bijdragen aan alle uitdagingen die je net noemde. Maar die lat moet hoger. Joris, traditioneel in het Kancafé laat ik altijd de laatste 1 à 2 minuten eventjes voor de gast die onze minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening of welke minister van keuze je maar aan wil toespreken, even kan toespreken. Ja. Ik zou je graag willen vragen, pak een camera en kijk erin. Deze camera is volgens mij het beste geschikt voor jou. En neem even de vloer. Ja, dankjewel voor deze kans om te mogen spreken. Dankjewel Koen voor de introductie. Ik zou willen pleiten voor het meer verplicht stellen van de natuurinclusieve en energietransitieve en watersensitieve ontwikkeling van het Nederlands stedelijk gebied. Ik zou daar bodem- en watersturend als onderlegger onder willen leggen, zodat we niet meer bouwen tegen de natuur, maar juist de kans die de natuur op allerlei plekken ons biedt kunnen uitnutten. En ik zou vooral willen pleiten voor het ver vooruitkijken in de toekomst, om de problemen die we dan zullen ervaren, nu al aan te kunnen pakken. Want die verantwoordelijkheid, die ligt bij ons. Die ligt bij ons vandaag en die ligt bij ons nu. Dus alles wat we vanaf vandaag doen, doen we op een intelligente wijze, waarin we bereid zijn om vooruit te kijken, waarin we bereid zijn om vooruit te investeren en waarin we ook bereid zullen zijn om waarschijnlijk een aantal dingen ook echt te moeten laten en te moeten accepteren,
dat onze investeringen over een lange termijn afschrijven. Dus minder verdienen, hoogstwaarschijnlijk, op korte termijn, maar op lange termijn een significante wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat is onze taak. Kijk aan. Nou, dan wil ik daarmee dit KanCafé weer sluiten. En iedereen thuis, bedankt voor het kijken. Joris, bedankt dat je hier was. Dat je al deze wijsheid met ons wilde delen. Ik denk dat dit nog wel eventjes in moet gaan dalen wat we nu allemaal gehoord hebben. Want het was wel heel veel informatie, maar wel allemaal waanzinnig interessant. Het verslag van dit gesprek wordt geplaatst op onze website www.kanbouwen.nl. De registratie van dit gesprek is ook daar straks terug te vinden. Nog niet meteen, gaan we even bewerken en dan komt hij online. Dus wil je doorsturen of wil je delen met collega's, doe dat vooral. Ik wil jullie ook vragen om op www.kanbouwen.nl in de gaten te houden wanneer het volgende KanCafé is. En dan hoop ik jullie dan weer terug te zien hier in de digitale zaal. En voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Dag.